Niet zelfstandig. Nee, met een man. Met een instructeur. Twee persoons vliegtuig. Van welk vliegveld was dat? Dat is die Koolhoven. Ja, dat weet je toch wel, die heb jij? Ja, die heb ik. Ja. Ja. Van welk vliegveld was dat? Wat voor een vliegtuig? Nee, van welk vliegveld? Ypenburg. Ypenburg. Ypenburg, bij Den Haag, daar. Ja. Ypenburg. En je had toen net 4 lesuren gehad. En toen brak de oorlog uit. Ja. Ja. Wat deed je toen? Niks. We waren gevangenen. Werd je direct gevangen genomen nadat de oorlog uitbrak? Ja, natuurlijk toen. Ach, dat weet je toch wel. Ja, ik weet het wel. Ja. 10 mei brak de oorlog uit. Ja, dat weet ik, maar wat deed jij en toen 15, op dat moment? 15 mei zijn we gecapituleerd. Wat deed jij in die 5 dagen? Wachtlopen. Want je zat toen in dienst. In Rotterdam, wachtlopen. Ja. Want we lagen niet in Ypenburg. Nee. We lagen in Rotterdam. En ging dagelijks toen we gingen lessen met een bus naar Ypenburg. Tot 10 mei, de oorlog uitbrak. En moest je toen overgeven aan de Duitsers? Ja. Ja. Heb je er enig idee van hoe dat is? Nee, daar vraag ik het. Nou, we waren allemaal op slag toen we gecapituleerd waren. Waren we allemaal gevangenen, krijgsgevangenen. Ja. Nou, toen werden we, moesten we allemaal naar een park. Op zo'n 6000 man uit Rotterdam en omgeving. Park en Maas. En dan een paar dagen werd geregeld dat wij moesten dus naar scholen. Wij werden verdeeld over de scholen in Rotterdam. En daar mochten we niet uit. We moesten in school blijven. En tot er een definitieve bestemming voor ons was. En uiteindelijk werd dat Hollandse Rading, vlakbij Hilversum. Oh ja. Daar werd ik toen. Als je dan werk had, werk kon krijgen. Dan mocht je eruit. Dan mocht je dus naar huis. Ja. En nou, mijn vader schreef een brief. En dus ik kon eruit. Ik ging met mijn vader werken. Ja. Zolang er nog wat te doen was. Ja. Want het was ook niet veel meer. Alles stond op een heel laag pitje. Ja. 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 Ik ging veel vissen. In die tijd vissen, snoeken. En toen op 1945
41 ben ik wel de suïcid. Dus u distributiedienst gaan werken. En dat zijn. Nou, dat heeft gebeurd tot van 41 tot begin 43. Ja. En toen was het afgelopen. Wat moest je dan doen? Wat was je doen? Wat moest je distribueren? Bonnen. Bonnen. Voor mensen voor eten. Ja, ik zal dat eens even pakken. Kijken of ik dat vinden kan. Ja.